Dames en heren, dankjewel voor het kijken naar een nieuwe aflevering van het NL Magazine Going to the Movies met Maurice Harhout. En onze vriend Bas is vandaag, schrijft aan, ook hij heeft John Kirk gezien, want die gaan we bespreken vandaag. Ja. John Kirk. Nou Maurice, begin jij eens pitchen? Ja. Voor duidelijkheid, ik ben historicus, dus ik ben helemaal gek van de Tweede Wereldoorlog. En ik heb dus ook zitten kijken naar de echte feiten, of dat een beetje klopte. En zover ik kon achterhalen, klopt hij wel aardig met de historie. Het was wel zo, en dat is een beetje onduidelijk, en dan ga ik even kritiek van de film geven. Het was niet chronologisch. De verhaallijnen liepen door elkaar, daardoor moesten we even goed nadenken van, hé, zit het nou zo, zit het nou zo? Nou, overal, als ik even nu een korte analyse geef, klopte die gewoon met de historie. Ja. Ik vond een grote hype, werd er om Dunker gemaakt. Dat zou de beste film op dit moment dan moeten zijn, hè? Want nou ja, goed, we hebben slechte films gezien, dus wat dat betreft. Mm-hmm. Alleen, ook ik zat erg met de tijd. De tijd, ik had niet het gevoel dat de tijd klopte. Maar dat is misschien een beetje, ik weet niet. Jij vond het ook niet, toch? Nee, niks. Ik zou het zeggen. De tijd het klopte gewoon niet met het helemaal met het verhaal. Je denkt, welk schip is nou gebombardeerd? Ja. Zit die gozer nou op dat schip? Oh nee, dat is toch weer die. De tijd is toch weer anders. Ja. Het begon allemaal heel goed, hè? Het begon echt allemaal goed oplopend. Het vliegtuig op het einde. Ja. Dat die niet neerstort en dat dan toch weer die vorige bleek te zijn. Ja, dus dat was heel vermoeiend. Maar het begon wel heel goed. Het begon heel goed kloppend. En daarna werd het echt heel rommelachtig. Het begon heel sterk. Dus dat heeft voor mij wel een beetje. En wat ik wel interessant vond, dat heb ik met Bas wat het voor even over gehad. Mm-hmm. Die Duitsers schieten een keertje raak. Ja, in heel veel van die films altijd de Duitsers schieten mis. Nou, hier gewoon bam bam bam, die hele kop. Voor de mensen die het niet hebben gezien, het is geen gestoord. A-team film. Het is absoluut geen A-team film waarin er duizend schoten worden gelost en niemand bij. Je ziet een hoop Engelse sneuvel. Ja. Zo in het begin gewoon die hele groep, je gaat even rustig wachten, zijn wat papiertjes. Nou, dan is zo'n bam 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 weg. Wat vond jij Bas? Voor de goede film. Ik weet natuurlijk net iets minder van de geschiedenis af, maar ja, ik ben blij dat de feiten een beetje kloppen. Ja. Het begin vond ik hem sterk. Dat je zeg maar van een week naar een dag naar een uur ging. Van oké, het wordt zo'n chronologische volgorde. Ja. Nou ja, daarna werd het natuurlijk een mix en match van nu opeens zitten we hier. Maar ik vond hem wel goed. Ik vond dat hij heel goed de spanning opbouwde. Ook deels door de muziek, maar ook gewoon door de er zat altijd een toon onder van, er gaat iets fout gebeuren. Er gaat weer iets gebeuren, waardoor het nog verder... Dat vond ik goed, dat hij dat helemaal doorzette tot het einde. Ja. Omdat het einde dan toch ook weer zo mooi kon zijn. Zo positief. Ja. Sommige dingen snapten wij niet. Nee? Wij snapten bijvoorbeeld niet waarvoor niet die gozer ging met het vliegtuig, ging over de strand heen. Ja. Hij doet het ding omlaag en ik denk, nou, hij springt eruit zo. Hè? Want die waarom hij er niet uit? Al die boten liggen daar, hij springt de zee in, hij wordt opgepikt en dan gaat het omhoog. Ja. Nee, wat doet hij? Hij vliegt lekker aan het einde, hij lost vliegtuigen. Snap ik ook niet, waarom lijkt hij niet in het water? En dan gaat hij op die moffen wachten. Ik denk, nou ja, voor hem was de oorlog einde, dus hij heeft de oorlog overleefd, dat scheelt. Heeft hij de oorlog overleefd? Weet je niet? Nou ja, waarschijnlijk wel. Kijk, ik snapte niet waarom hij niet gewoon landde op het water zoals zijn vriend. Was hij gewoon te bang om dat te doen? Dus ging hij maar zitten pompen een kwartier voordat ze landde. Maar luister, hij vloog over al die boten heen die mensen kwam ophalen. Ja. Spring eruit en ze wisten dat de Duitsers het strand op kwamen van die kant. En ze dachten, nou, dan land ik hem wel daar. Ja, dus ja, dat zal wel iets van een romantisch emotioneels wezen, maar... En wat ik wel trouwens ook beklemmend vond, was al die scènes dat ze steeds in dat schip zaten, dat schip weer getorpedeerd werd en iets verzopen. Ja, dus als je claustrofobie hebt... Hij zat, die vent die landde in het water en er ging de klep niet dicht. Die klep ging open, met zijn piet op. Dat vond ik heel sterk gefilmd. Dat geeft echt de wanhoop weer van de mensen, vind ik dan. Dat geeft ook aan dat er dus in de oorlog best wel wat mensen zo verzopen zijn. Dus hij zat niet. Oh, genoeg. Dus dit is wel Mars. Deze had Mars, maar de rest gaat er gewoon aan. Ook die ene soldaat in het begin, die had die op dat schip zat. Je zag geen lijk meer in de buurt. Dus je kan ervan uitgaan dat ze allemaal dood zijn. Dat begon al met zo... Lekker opgesloten het schip, torpedo, bam. Nou, doe maar dat niet open. Er zit er maar een mannetje 200 binnen. Maar, ik zou ook niet waar ze hem dicht deden. Dat ik ook niet. Dat kreeg ik ook niet begrepen. Maar dat zijn de dingen die echt... maar daardoor maakt het ook wel geloofwaardig. Want ik denk dat dit echt dat soort rare dingen allemaal gebeurde. Je leeft toch mee met de film. Ja. Je leeft mee met de... karakters. En dus in principe, het was ook een mooie film, ook de dogfights met de vliegtuigen en zo, die was vond ik heel mooi weer. Dat was heel mooi. Ja. Ik weet niet of jullie dat trouwens ook hadden. Ik had soms wel een beetje moeite met het uit elkaar halen van verschillende personages die je volgde. Vooral dat schip zat ik van... Ben jij dat... Wat? Klopt, ze leken allemaal een beetje op elkaar. En zeker als je olie over zich heen hadden. Ja, dat is helemaal niet. Maar, en dat was ook even, dat vond ik iets, van
wie was eigenlijk de hoofdpersonage? Volgens mij was er niet echt een hoofdpersonage. Nee. Alleen de ene jongen die graag, ik wil naar huis. Dat zei hij altijd, ik wil naar huis. Dat was het enige. En dat die zie je de hele lijn doorvoeren. Die zie je ook op het einde in de trein. Ja, in die trein zitten. Ja. En die andere jongen, die was van One Direction. Ik kwam al bekend voor. Ja, maar hij speelde ook goed. Hij speelde hem goed. Ik vond hem gewoon, hij is gewoon een normale acteur. Hij had niet heel veel tekst, daar niet van. Nou, hij was ook... Hij speelde het goed. En ook wel met Harry Styles? Ja, die ja. Was het Harry? Ja, en het interessante is... Hij speelde best wel hard, want toen op een gegeven moment in dat vrachtscheepje, dat ze naar boven te moesten. Eerst Nederlandse vrachtscheepje. Ja, en eerst die Fransman moest omhoog, daarna die andere, want jij hoort niet bij ons regiment. Dus je gaat er... Fuck you. En dat vond ik... Ja, dan zie je de volgende. Ja. En dat zie je niet vaak bij Amerikaanse films, dat is toch allemaal wat gelikt, hè? Dit zijn Britten, hè? Die denken, we zijn Amerikaan, maar de Britten hard. Spelen, je merkt dat harder dan ons. Geen Hollywood. Ja. Nee, maar het heeft niet het gevoel van Hollywood. Ja, als je maar je moet vergelijken op Saving Private Ryan... Dat zie je, daar zie je trouwens ook dat er best wel hard ook niet echt solidariteit om elkaar is. Ja, begin al met... Ja, dat zie je ook. Ja, dat was werkelijkheid. Ja, dus dat, en dat... Op een gegeven moment moet je zelf overleven. Je komt heel romantisch, ga je erheen. Maar zodra je er bent... Handje vast het strand op. Dat, we gaan hem afsluiten. Ja. Want we lullen weer veel te lang door. Maar we vonden het een interessant film. Het is ook zo. Heel interessant film. Ja. Maurice, wat is je cijfer? Ik geef hem een 7,5. 7,5. Bas? 8. Zo. En ik geef hem een 6,5. Dus we zitten er mooi weer bij. Ja. Zo met z'n allen. Goed verschillend. Van het verhaal... Maar ik zit even kijken, was wel aardig, heel aardig. Maar, en hij was ook wel leuk voor de bioscoop. Ja. Maar het was niet de film... als ik een film echt goed vind, loop ik eruit en dan zeg ik... Ja, was echt... Heb je dat? Blablabla. Nee. En we hebben helemaal niet... Dat heeft niet, die in de rug gelaten. Dus voor mij maar 6,5. Ja, nee, jammer. Dat had ik wel. Nee, ik had wel. Ja, dat had ik wel. Ik had wel dat ik echt... Maar dat verschilt. Verschilt, hè? Verschil moet er zijn. Bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Ja, doei.